Ik ben Luc Reuze, ben al 25 jaar actief als kinesitherapeut. Ik heb mijn diploma's behaald in Gent, Artevelde-Stad. Ben licentiaat lichamelijke opvoeding, kiné en ook nog manuele therapie. Ben ook trotse eigenaar van Sporkot Reusjes, het fitgebeuren, in combinatie met Body Rescue, waar we de mensen iets meer ontspanning aanbieden. Ik gebruik vooral ondulatie. Ten eerste omdat mijn vrouw zelf, Katrien, al 7 jaar een CVS-patiënt is. Dat was dus ook de reden waarom we gestart zijn met ondulatie. En de grootste doelgroep die we hebben voor ondulatie is vooral mensen met een artrose-achtergrond. Ook met nek- en rugklachten komen aan bod. En ook mensen met een overgevoeligheid, een soort stressfactor. Die kunnen toch altijd een beetje helpen. De voornaamste resultaten die we halen met de mensen is vooral naar pijnvermindering toe. Dat is toch wel iets dat op het eerste niveau komt. En dan als tweede instantie pakken we de doorbloeding ook als aangename verrassing eigenlijk. Want het is eigenlijk heel verrassend hoe de mensen positief van de matras stappen. Dus echt een heel ontspannen, aangenaam gevoel. Ja. Als voorbeeld mag ik aanhalen Kevin van der Perren, topschaatser. Dus na een intensieve trainingsperiode komt hij altijd ondulatie doen als recuperatie. Dus betere doorbloeding met als gevolg, beter afvoer afvalstoffen. Een tweede resultaat die we behalen is vooral mensen met stressfactor in combinatie met pijn. En die wordt wel naar beneden gehaald. Dus pijnvermindering is ook een van de grote voordelen van ondulatie. Ik heb eigenlijk ondulatie leren kennen via de gezondheidswijzer. Dat is een infokrantje die ik in de bus gehad heb vorig jaar, rond de periode van de Ronde van Vlaanderen in Ninove hier. En dus ik was geïnteresseerd, ook benieuwd naar de resultaten daarvan. Ik ben zelf gaan kijken, gaan uittesten en direct aangekocht. Dus de bevindingen waren heel verrassend eigenlijk. Ik zou zeker zeggen van collega's, test het uit. Zeker zelf eerst. En is het zeker een meerwaarde voor je mensen die je wilt verbeteren en aangenaam gevoel geven met hun pathologie.